Koning Willem-Alexander bezoekt Vlissingen. Het is vrijdag 3 februari. Dit is Zeeland Nu. Koning opent vernieuwde zeevaartschool. Geestelijke gezondheidszorg niet op orde. En Zeeland op slot voor drones. Goedenavond. Koninklijk bezoek vandaag in Vlissingen. Koning Willem-Alexander kwam langs om de officiële opening te verrichten van het vernieuwde maritiem en logistiek college De Ruiter aan de boulevard. En daarna was er nog tijd voor een rondvaart over de Westerschelde. Om iets voor 1:30 arriveerde de koning op de boulevard in Vlissingen. Goedemiddag. Hij werd verwelkomd door commissaris van de Koning Han Polman en burgemeester Bas van den Tillaar. Mooie zonnige Zeeland. Dank u wel, dank u wel. Goedemiddag. In Vlissingen wordt al ruim 100 jaar maritiem onderwijs gegeven. Dit pand, nu onderdeel van Scalda, staat er sinds de jaren 60 en was nodig aan renovatie toe. Het gebouw is aan de buitenkant compleet vernieuwd. Op het dak zijn twee lokalen gemaakt met uitzicht op de omgeving. In een van die lokalen was de officiële opening. Na het officiële gedeelte waren de leerlingen aan de beurt. Goedemiddag. Ja, nou, welkom in onze GMDS en Rabla Access Simulator. We laten even zien hoe we het echt netjes leren. De koning sloot zijn bezoek af met een rondvaart over de Westerschelde op een zeesleper van Multraship. Goedemiddag, de Guardian. Die gaat los aan de Finsterkade en die gaat naar buiten. Aan boord van het schip ging de koning in gesprek met bemanningsleden en stagiaires. Om 3:30 zat het bezoek aan Vlissingen er weer op en vertrok de koning onder politiebegeleiding naar zijn volgende bestemming. Ja, iets anders dan. De geestelijke gezondheidszorg in Zeeland is nog steeds niet op orde. Een jaar geleden sloten de psychiatrische afdelingen van de ziekenhuizen van Vlissingen en Terneuzen. De helft van de bedden verhuisde naar Emergis in Kloetingen en voor de andere helft van de bedden zou intensieve behandeling bij de mensen thuis komen. Maar dat is niet gelukt. Intensieve behandeling thuis. Het is dé nieuwe vorm van geestelijke gezondheidszorg om een groot deel van het aantal opnames in de kliniek te voorkomen. Dagelijks of soms zelfs meerdere keren per dag komt een behandelaar thuis langs om je te helpen. Onder andere met de dagelijkse dingen, maar je bespreekt verder ook je psychische klachten. In Zeeuws-Vlaanderen is deze zorg goed geregeld, maar in de rest van Zeeland is deze zorg een jaar later nog altijd niet op sterkte. De 10 bedden van de Paas waren al gesloten voordat wij in staat waren om de intensieve thuisbehandeling op orde te krijgen. Dus daar kreeg je de situatie dat bedden eerst gesloten en daarna pas het aannemen van mensen om die thuisbehandeling nu vorm te geven. Nou, inmiddels zijn we zover dat wij verwachten dat we in maart, rond maart, het volledige pakket kunnen bieden, ook boven de Westerschelde. Het was een zwaar jaar voor geestelijke gezondheidsinstelling Emergis. Afgelopen zomer werd nog een opnamestop ingevoerd en konden alleen nog patiënten terecht die in crisis waren. Verder liepen ook de wachttijden voor de dagbehandelingen op. Als het over weken wachttijden gaat, dan gaat het over veel meer mensen. En eigenlijk kijk je hier naar een veel meer landelijke ontwikkeling. Dat de wachttijden in de GGZ, het aantal aanmeldingen, oploopt en dat we dat niet goed kunnen verwerken. Dat is wel een zorgpunt. Ook de Zeeuwse huisartsen merken dat en vinden het kwalijk dat patiënten een stuk langer op hun zorg moeten wachten. Omdat mensen die acuut geholpen moeten worden, ook echt acuut geholpen moeten worden. En dat gebeurt in het algemeen nog wel redelijk. Een eerste contact vindt al wel plaats. Maar daarna moeten mensen soms heel lang wachten voordat ze, ik zal maar zeggen, de daadwerkelijke hulp krijgen. Maakt u zich zorgen nu? Enigszins. Tot nu toe is het zo dat als je de hele ernstige gevallen kunnen altijd wel terecht. Maar ja, wij vinden het ontzettend lastig als mensen op ons spreken komen en zeggen, ja, ik ben 6 weken geleden verwezen naar Emergis en ik zit nog steeds te wachten. Die problematiek die zal niet zomaar vanzelf overgaan in veel gevallen. Die mensen hebben echt hulp nodig. En dat is vervelend en dat is soms ook zorgelijk, omdat je niet weet wat die mensen dan verder nog in de problemen gaat brengen. Patiënten zelf balen ook van de situatie. De actiegroep Saap. Misschien kent u ze nog wel. Eind 2015 brachten ze met z'n allen dit punklied uit. Waarom moet hier de paas verdwijnen? Laten we mensen maar wegkwijnen. Blijf deze crisis, maatschappelijke druk. Is dat niet belangrijk? Wat dan fuck?
Een groep patiënten op Walcheren vreesde voor de sluiting van de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Vlissingen. Een jaar later is muziekliefhebber en psychiatrisch patiënt Jos Houtzager nog niet gerust op de zorg die er nu is. Het zal allemaal goed bedoeld zijn en noem het maar ik vind het echt nog niet goed gaan. Nee, want mensen weten gewoon dat je behoorlijke afstand ervoor moet rijden. Als je angstig bent en je durft je huis niet meer uit of de straat al op bijvoorbeeld, dan valt dat heel erg tegen en je komt bij emergens op groot terrein terecht. Ik ben zelf ook opgenomen geweest vorig jaar nog augustus. Hoe was het om voor de eerste keer daar te zijn? Griezelig, heel eng. Maar gelukkig knapte ik weer op door structuur en noem het maar. Toch had hij liever die structuur dichter bij huis gehad. In een soort noodopvang op Walcheren waar hij even tot rust kon komen. Ja, een time-out op Walcheren zou gewoon heel goed zijn. Geen paals meer en niet pamperen de mensen en al. Maar een time-out die er echt op gericht is van herstel. En dat je gewoon van tevoren goed naar jezelf kan kijken. En wat kan je volgende keer nou voorkomen dat je weer daar opgenomen wordt, zeg maar. Emergis onderzoekt nu of er op Walcheren en mogelijk ook andere plaatsen logeerhuizen kunnen komen voor psychiatrische patiënten. Dat zou dan een oplossing moeten zijn voor patiënten voor wie thuisbehandeling niet voldoende is, maar een opname een te grote stap. In Hulst hebben ze al zo'n opvangplek. Een moeilijke week voor een gezin uit Middelburg. Drie kinderen verloren afgelopen dinsdag hun 46-jarige moeder aan de gevolgen van kanker. De moeder had geen uitvaartverzekering en de kinderen konden de begrafenis niet betalen. Een kennis, Richard Jansen, startte een crowdfundingsactie. Allemaal plotseling gebeurd en dan moet er iets geregeld worden. Ja, dan kun je niet zomaar aan kinderen overlaten, dat bleek ook wel. Vrij snel was het benodigde geld voor de begrafenis binnen. De reacties zijn hartverwarmend. Telefonisch, via de mail, via Facebook. Mensen in de winkel die allemaal massaal komen om te zorgen dat er iets geregeld wordt. En dat is heel mooi. Ik ben heel blij mee. Niet alleen voor mezelf, maar gewoon voor die kinderen. De uitvaart is aanstaande woensdag. Het geld dat overblijft wordt gedoneerd aan het Kankerfonds. Vlissingen hoopt extra bezuinigingen toch nog te kunnen voorkomen. De stad staat onder curatele vanwege torenhoge schulden. En het ministerie wil Vlissingen nog meer laten bezuinigen dan ze nu al doet. Ik heb zoiets van, we bezuinigen al zoveel. Nu kan je wel zeggen, boekhoudkundig moet dat. Maar we hebben ook nog te maken met een meneer en mevrouw op straat. Volgens de raadsleden valt er weinig meer te bezuinigen. Ik wil je geen doemscenario voorschrijven, maar er zijn heel veel bezuinigingen aangekondigd die nog uitgevoerd moeten worden, die nog verder gerealiseerd moeten worden. De sporttarieven gaan nog verder omhoog, de effectuering van de bezuiniging op de cultuur moet er nog plaats gaan vinden. De OZB-tarieven moeten nog verder omhoog, dus dat gaat allemaal nog gebeuren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil onder meer dat Vlissingen de gemeentelijke belastingen verder omhoog doet. De politieke partijen vragen om clementie. Wat gebeurt er nou als een ministerie zegt, jullie kunnen en dus moeten meer bezuinigen en de stad zegt nee, dat willen en kunnen we niet? Dat kun je niet enkel maar zeggen natuurlijk. Je moet het echt beargumenteren en tot nu toe is gebleken dat als je zaken beargumenteert, de inspectie dan gewoon open verstaat. De digitale overheid en DigiD zijn niet eng of moeilijk. Met die boodschap begon een nieuwe cursus in de bibliotheek van Vlissingen, DigiSterker. De cursisten vinden het belangrijk om mee te kunnen blijven doen op internet, zeker nu de overheid steeds meer digitaal doet. Ik geef mijn belasting ook altijd wel aan via DigiD, maar dat doet een deskundige voor mij altijd. Dat doe ik zelf nooit. Dus dat is een reden om dit een keer er ook in te verdiepen. Nou, dat je toch wat meer vertrouwder en ervarener wordt erin. En ik wil eigenlijk ook niet achterblijven, je wordt gedwongen. Ja, en wat leren de cursisten dan? Nou, bijvoorbeeld hoe je een nieuw paspoort kunt aanvragen of hoe je moet inloggen bij het UWV. De cursus duurt 4 dagen. De infectieziekte BVD is te stoppen. Dat hebben Zeeuws-Vlaamse koeienboeren bewezen. In het ergste geval kan de diarreeziekte zoveel schade aanrichten dat het de boer zijn rundveestapel kost. Maar door zich te verenigen hebben de boeren het virus weten uit te bannen. Jaren 5 geleden hadden wij ook enkele dieren die eigenlijk niet goed functioneerden zoals we zelf vonden. En ook bij de kleine kalfjes liep het ook niet zoals we wilden. Wat meer diarree, wat longproblemen.
En toen bleek dat virus actief was geweest bij de koeien en bij de kalveren. De arbeidsvreugde is voor een heel groot gedeelte weg op dat moment. Plus ook, ja, het is gewoon helemaal niet leuk als je constant zieke dieren in je stal hebt. Diarree, ontstekingen aan de uiers of longen en kalfjes kunnen er zelfs aan overlijden. BVD is een heftige infectieziekte die niet alleen emotioneel zwaar is, maar ook flinke economische gevolgen heeft. Je moet veel extra medicijnen toedienen, waar je eigenlijk ook liever niet wil. Plus je hebt ook een heel hoop economische schade. Het is gewoon niet leuk als je die ziekte op je bedrijf hebt. Het virus is besmettelijk en alleen met goede controles tegen te houden. Maar dan is het wel belangrijk dat andere koeienboeren in de omgeving ook goede controles uitvoeren. En vanuit die gedachte zijn we eigenlijk verder gaan werken en hebben we hier met een aantal veehouders en met een aantal dierenartsen de koppen bij elkaar gestoken en om te kijken van wat kunnen we gezamenlijk. Het project is nu klaar, maar de boer vreest voor terugval als de overheid niet ingrijpt. Ja, het is heel belangrijk dat onze overheid op dit moment zijn verantwoordelijkheid daarin neemt om in ieder geval te zorgen dat we met alle rundvee gezamenlijk oppakken, zowel melkkoeien als vleesvee. Maar tot nu toe worden de Zeeuws-Vlaamse rundveehouders genegeerd en kan de boer uit Ossenisse alleen maar hopen dat zijn koeien gezond blijven. Even met je drone vliegen boven een woonwijk, de Zeeuwse havens of een passerende trein. Het was allemaal al verboden. En de regels worden steeds strenger, want ook de meeste natuurgebieden in Zeeland gaan nu op slot voor drones. Foto- of filmopname maken met een drone is populair. Hobbyisten doen het, maar ook professionals. Zeeland ziet er fantastisch uit vanuit de lucht en dus worden er bijvoorbeeld promotiefilmpjes gemaakt met een drone. En ook bij natuurfilms zijn dronebeelden niet meer weg te denken. Vliegen met een drone is aan strenge regels gebonden. Zo mag je niet zomaar boven een woonwijk of mensenmassa vliegen. Een drone alleen bij daglicht gebruiken, niet hoger dan 120 meter vliegen en gebieden rondom vliegvelden zijn taboe. Het gaat dan om kleine vliegveldjes, zoals wij die hier kennen, maar ook om het militair vliegveld in Woensdrecht. En dus wijken dronegebruikers graag uit naar rustiger plekken, zoals natuurgebieden. Maar ook daar is nu paal en perk aangesteld. In de zogenaamde Natura 2000 gebieden mag niet meer gevlogen worden met een drone. Het zou de rust voor flora en fauna te veel verstoren. Zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers zijn niet meer welkom. Bij mij in de studio verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, er blijft wel heel weinig over, hè, voor de drone-liefhebber. Ja, dat klopt. De regeltjes zijn al heel streng. Vooral binnen de bebouwde kom kan je al bijna niks. En nu komen daar al die natuurgebieden bij. En dan heb je het in Zeeland vooral over de wateren. Oosterschelde, Westerschelde, Veersemeer, de hele kustlijn. En dat zijn natuurlijk hele mooie plekken om juist met je drone te gaan vliegen. Want wat kan het kwaad om met je drone boven zo'n natuurgebied te vliegen? Nou, uit onderzoek zou blijken dat de silhouetwerking van een drone dieren kan verstoren. Want dat schrikken ze van. Ja, het zou kunnen lijken op een roofvogel bijvoorbeeld. Ja, de droneliefhebbers zeggen, ja, dat kan, maar wij zijn ook niet gek. Je moet een beetje vertrouwen in ons hebben. Wij gaan heus niet in het broedseizoen boven een nestje vogels vliegen met onze drone. Bovendien kan je bijvoorbeeld een verbod voor een bepaalde tijd voor een bepaalde plek instellen. En hoef je niet zo'n algeheel verbod voor alle natuurgebieden in te stellen. Zij zijn er dus duidelijk niet blij mee. Geldt dat dan alleen voor Zeeland, deze specifieke regels? Of is dat echt een landelijk beleid? Nou, dat is wel heel bijzonder, want deze nieuwe wetgeving komt vanuit het ministerie, de landelijke overheid, maar geldt alleen voor de provincie Zeeland. Dus in de Veluwe hebben ze daar bijvoorbeeld geen last van? Daar mag je wel gewoon met je vooralsnog drone vliegen? Geldt dat daar niet, inderdaad. Nu heeft de provincie Zeeland wel aangegeven dat het mogelijk is om met toestemming wel te vliegen boven die natuurgebieden. Maar ja, dan moet je dus elke keer toestemming gaan vragen. Ik ben bij iemand langs geweest die helemaal niet blij is met deze nieuwe regels. Ik ben Perry Mulder, ik ben een filmmaker hier in Zeeland. Ik ga een film maken over de Westerschelde, waarbij ik de prachtige Westerschelde laat zien aan de rest van Nederland en daarbuiten. Maar dat kan straks misschien niet meer op de manier zoals ik dat graag zou willen, met een drone. Ja, dat zou zonde zijn, want een stukje promotie voor Zeeland is altijd goed. En dat beperken ze nu. Al anderhalf jaar is hij bezig met de voorbereiding van zijn film over de Westerschelde. De financiering is bijna rond. In het voorjaar had hij willen beginnen met de opname, maar een film zonder dronebeelden is geen optie. Je wordt als filmmaker ook altijd uitgedacht om een beetje creatief te zijn op het moment dat het wat tegenzit. Alleen, dit gaat om zo'n groot deel van de film. Want met een drone kun je namelijk een totaalbeeld geven van de omgeving. En zeker als het gaat om de Westerschelde, waar het zo'n groot oppervlakte betreft. Ja, dan is een droneshot eigenlijk gewoon nodig. Perry begrijpt dat de natuur beschermd moet worden. Maar volgens hem is dit niet de juiste manier.
Ik denk juist dat een drone daaraan toe bijdraagt dat het natuurgebied beschermd wordt. Hè? Doordat je met een drone vliegt, hoef je het natuurgebied niet in, want je vliegt erin. Het is ook nog een stukje oneerlijke concurrentie naar filmmakers toe in Zeeland. Want in alle natuurgebieden, Natura 2000 gebieden in Nederland, kun je dadelijk nog gewoon filmen met een drone. Alleen in Zeeland niet. Dus wij kunnen Zeeland niet meer laten zien. En de rest van Nederland kan haar natuurgebieden wel laten zien. Ja, hij is er duidelijk niet blij mee. Is er nog een kans dat de wetgeving wordt aangepast? Ja, dat is afwachten. Er zijn 168 bezwaren ingediend en die worden op dit moment behandeld. Helaas heeft Perry al te horen gekregen dat zijn bezwaar wordt afgewezen omdat hij niet als belanghebbende wordt gezien. Zeeland kan geen gebruik maken dan van zijn dronebeelden dan dus voor de film. Nou ja, dat is dus ook de vraag. Wellicht zou die speciale toestemming kunnen krijgen. Ja, en komt de film er dan nog wel? Hij zegt, hoe dan ook, die film die komt er en ook met dronebeelden boven de Westerschelde, linksom of rechtsom. Oh, stiekem anders. Daar zag ik niks over. Merci Kamermans, dankjewel. Na een bewolkte start van de dag klaarde het vanuit het zuidwesten op met zon. En 10 of 11 graden leek het zelfs al een beetje lente. Vrijwel overal hadden we een zonnige blauwe lucht. Vanavond kan er een bui vallen en aan zee gaat het tijdelijk krachtig waaien. Morgen aan het einde van de dag ook regen en 's ochtends schijnt dan in elk geval nog de zon. Het wordt maximaal 7 graden. Ja, tot zover Zeeland nu. Zometeen in Terugkieken hebben we het wederom over de zeevaartschool. Dan zonder koning Willem-Alexander, maar wel met de vertrouwde stem van Jan-Willem Anteunissen. Nog een mooie avond. Dag.